Het is altijd voor mij natuurlijk als Surinamer, is altijd een hoogtepunt voor ons in het jaar. Op vrijdag 1 juli was het Ketty Kotti Festival in het Oosterpark in Amsterdam. Een festival dat jaarlijks wordt gehouden om de afschaffing van de slavernij te vieren en te herdenken. En waarom is het belangrijk dat dit festival gehouden wordt? Nou, is belangrijk. Kijk, mensen kunnen afgaan op zeggen van we gaan feesten, we feesten. Ja. Maar dat is altijd nodig, de prettige kanten van het leven. Maar daarbinnen ook is er een stukje eigenlijk bewustwording, een stukje concentratie op eigenlijk de dingen die we hebben gehad en vooral de dingen die komen gaan. En wat vond u van de herdenking zojuist? Prachtig. Prachtig. Eén woord gezegd, prachtig. En hoe belangrijk is deze herdenking voor u? Heel belangrijk. Jullie herdenken ook aan de Frank en de 5 mei. Dus ik vind dat de slavernij, de Surinaamse slavernij, moet blijven herdenken. Wat vind je van dit festival? Heel leuk. En waarom vind je het zo leuk? Gewoon omdat het mijn land is, Suriname. En weet je ook waarom dit festival wordt gehouden? Ja, voor de slaven die moesten werken voor Nederlandse mensen, dat het nu voorbij is. Nou, het is heel belangrijk. Herdenking, weer terugdenken, terugkoppelen, dan is het belangrijk dat je het niet vergeet. Dat het niet vergeten wordt, dat eigenlijk die detraumatisering eigenlijk is ingezet. En dat moet een keertje afgerond worden om het een beetje achter ons te leggen. Maar zover is het nog niet.